brand in het monumentale pand brak omstreeks 4 uur vannacht uit. De brandweer schaalde al snel op naar een zeer grote brand en rukte daarom met groot materieel uit. Er zijn 4 blusvoertuigen ingezet en daarnaast kwamen 2 hoogwerkers uit Deventer en Apeldoorn. Bij de brand kwam de nodige rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden die last hadden van die rook om ramen en deuren te sluiten en goed te ventileren. De schrik zat er in de buurt goed in. Ik hoorde boem, boem. Ik lag in bed. Ik denk, met een kabaal zo op de vroege morgen. Toen zag ik hier die brandweerwagens en die maanmannetjes. Maanmannetjes? Ja, ik denk zelf wel asbest. Maar dat viel allemaal mee. Na 2 uur gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is ontstaan boven ergens in het dak. Heb je enig idee waardoor? Nee, we hebben op dit moment nog geen idee waardoor de brand is ontstaan. Het team brandonderzoek van de brandweer gaat deze brand onderzoeken. De omwonenden spreken van een groot verlies voor Twello. Wij wonen vanaf 82 hier in Twello en vanaf dat moment is het altijd restaurant geweest. Ja. Ook voor trouwerijen begrijp ik, hè? Voor trouwpartijen, ja. Ja, monumentale pand, hè?